Het proces tot het veilige nieuwe normaal is ingezet. Dit zei president Chan Sant-okyi gisteren in zijn toespraak over de gewijzigde COVID-19 maatregelen. Het staatshoofd gaf verder aan dat de protocollen voor de verschillende sectoren worden geëvalueerd, bijgewerkt en beschreven. Sant-okyi blikte terug op de periode vanaf 13 maart waarin het COVID-19-virus ons land in zijn greep houdt. Gecombineerd met de sociaal-economische en financiële crisis ontstaat er een bijna onhoudbare situatie. Hoe lang nog? Hoe meer nog? Wanneer houdt dit op? Vroeg hij zich af. De president beloofde dat op zeer korte termijn de volgende protocollen zullen worden geïmplementeerd. Protocol voor winkels en kleine supermarkten. 2. Protocol voor casino's. 3. Protocol voor bettingkantoren. 4. Protocol contactsporten, waaronder SVB aangepaste trainingsprotocol voor de nationale herenselectie. 5. Protocol voor de transportsector. We willen allen terug naar het leven dat we kenden. We willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities. We moeten ons houden aan de verplichte maatregelen. Het dragen van mond-neusbedekking. Het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand. De zogeheten COVID-afstand. Het regelmatig desinfecteren van de handen. Ik moet een beroep op u blijven doen. Om de moed niet op te geven. Sant-okyi begrijpt dat de samenleving misschien moe is, maar het virus is niet moe. Het blijft om zich heen slaan. Het blijft zich verspreiden omdat we ons niet optimaal houden aan de maatregelen, zei het staatshoofd. Hij gaf ook aan dat onlangs de wet uitvoering uitzonderingstoestand is afgekondigd. Met deze wet heeft de regering de wettelijke basis vastgelegd om deze pandemie het hoofd te bieden en de nodige maatregelen te treffen. Op gecoördineerde wijze zullen met het algemeen belang voor ogen de uitzonderingen die zullen voortvloeien uit de beheersing van COVID-19 worden geïmplementeerd. Landgenoten, de regering is zeer bezorgd. Velen van u zijn dat ook. We hebben weliswaar nog niet het kritieke punt bereikt, maar we gaan daar niet op wachten. We mogen geen situatie krijgen die we niet het hoofd kunnen bieden. We zijn daarom genoodzaakt om de maatregelen te verlengen met nog 2 weken. Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van COVID-19 in ons land met negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en het economische vlak. Dat was president Chandrika Prasad Sant-okyi. Hij sprak gisteren over de protocollen die binnenkort zullen gelden voor verschillende sectoren.